Dave, wel eens gehad dat je in het zwembad was, van de duikplank sprong en dat die net niet lekker ging, waardoor je echt op het water knalde. Dus je bedoelt eigenlijk... Kombucha! Ah. Precies die, ja. Zo pijnlijk, hè. Gewoon met je rug of met je buik zo... Oh, alsof er 3 betonnen bakstenen door je heen gaan. Het maakt wel een mooie klapper. Ja, zeker. Dus hebben we het volgende klaargezet. Een paar goed gevulde zwembaden en een kraan die een metertje of 20 omhoog kan. Nu alleen nog een vrijwilliger. Tom, jij broekje aan, ja. Gewoon jumpen en gaan. We moeten jou niet meer laten denken, want als dit soort dingen eruit komen... Zelf springen is natuurlijk geen optie, maar we hebben iets anders geregeld dat waarschijnlijk wel een flinke klap gaat maken. Is dat een boot? Wat? Inderdaad, Tom, een boot. En die gaat straks een flink eind de lucht in. Vervolgens hakken we het touw door en landt die, als alles goed gaat, precies in het zwembad. Maar hoe hard qua decibellen? 106. Ik denk 95. 95? Ga ik voor 99. Om zometeen precies te kunnen vertellen hoe hard deze klap was, zetten we onze decibelmeters klaar. Dan gaan wij hier achter het scherm staan, omdat we niet zeker weten wat er gebeurt. Ja, misschien knallen we alle onderdelen deze kant op. Dus even een klein beetje veiligheidsmarge voor ons. Maar volgens mij kunnen we het gewoon gaan doen. Ja, oké. Okay. Niet normaal, zeg. Dat was echt vet. Dat was echt zo, hij viel naar beneden en zo... allemaal water en we moesten allemaal zo lopen. 92,5 dB. Jij zat er het eerst bij dan, hè? Ik had 95. 95, ja, veel te enthousiast. Ik heb 99, dus Dave, deze is voor jou. Ja. Maar wat een vette klapper, zeg. Wil jij achter de schermen kijken bij deze test? Kijk dan op de website. Echt 92,5 dB met recht klappen van de week.